final kilometer. Which of the four is the best sprinter? Normally it's Devlamic, no doubt about it. And then Moser. Na de drukte van de opening van de tentoonstelling bevinden we ons nu in de tentoonstelling zelf, dat eigenlijk over de hele carrière van Rogier de Vlaeminck gaat. Rogier de Vlaeminck, zoals we bij de opening al vertelden, zeker en vast de grootste sportman is van Eeklo. En het was eigenlijk ook een logisch gevolg dat Rogier de Vlaeminck eigenlijk sportman werd. Vader Filibert, die had in zijn jonge jaren ook wielrenner geweest, net voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar door de moeilijkheden die de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht, heeft Filibert eigenlijk vrij vroeg zijn carrière moeten stopzetten. Je had een gezin waar hij moest voor zorgen en met wielrenner te zijn was er letterlijk geen brood op de plank te verdienen. Hij was natuurlijk fier dat eerst zijn oudste zoon Erik begon te koersen en eigenlijk in de voetsporen van zijn vader trad. En Rogier, die 2 jaar jonger was dan Erik, die zag dat met veel plezier aan. Maar hij voelde zich toch niet onmiddellijk geroepen om ook wielrenner te worden. Hij begon eigenlijk als sportman, dat kun je hier zien, als voetballer bij FC Eeklo. Hij was zeker niet van enig talent gespeend, want vrij vroeg op jonge leeftijd die schopte hij zelfs tot het eerste elftal. Weliswaar maar 2 of 3 wedstrijden, maar het toonde toch aan dat Rogier over de klasse beschikte om ook als voetballer waarschijnlijk zijn weg te gaan. Maar hij had een vriend, John Colpaert, de zoon van de fietsenhandelaar Albert Colpaert in Eeklo, en die was wielrenner. En toen hij hoorde van John wat hij won of wat dat hij kon verdienen als wielrenner, was de keuze eigenlijk rap gemaakt. Dat was merkelijk meer dan voetballer en hij zou ook zijn kans wagen als wielrenner. En het moet gezegd dat Rogier onmiddellijk eigenlijk van beide onderbehandelingen, toen de behandelingen, eigenlijk onmiddellijk top was. En hij verdiende daar een mooie boterham mee. Ja, en zo is eigenlijk Rogier zijn wielercarrière gestart, deels door toedoen van broer Erik, want het was met de fiets van Erik dat hij zijn eerste wedstrijden betwiste, maar toch ook door toedoen van zijn vriend John Colpaert. En de student, dat was Rogier niet. Rogier die is op vrij jonge leeftijd beginnen werken, onder andere bij de Puit in Eeklo heeft hij gewerkt, ook in een textiel in Waarschot, en dat was nog een bijkomend motief om het als wielrenner te maken. Want ook daar was de verdienste niet groot. Hij moest vroeg uit zijn bed, hij stond aan 2-getal en dat zinde de vrije man als Rogier allemaal totaal niet. En dat was zeker en vast de drijfveer voor Rogier om er alles voor te doen en alles voor te laten om te slagen in zijn wielercarrière. Wat je hier ook uiteraard in dit gedeelte van de tentoonstelling kan zien, dat is een eerste grote hoogtepunt van zijn wielerloopbaan. Weliswaar nog als amateur, maar toen in Luxemburg die is hij wereldkampioen geworden in het veldrijden, een paar uur voor zijn broer Erik bij de profs. En dat was uiteraard het eerste keer dat de internationale wielersport kennis maakte met Rogier de Vlaeminck. In België was hij al top, zowel bij de junioren als bij de amateurs. Onder meer samen met Jean-Pierre Monseret domineerde hij die categorieën. Maar internationaal brak Rogier vooral dan in het veldrijden pas door met de wereldtitel in Luxemburg. Op de weg heeft hij zijn eerste grote internationale successen behaald, met onder meer de groene trui in de toekomstronde en met ook opgemerkte passages in de Olympische Spelen in Mexico en ook het wereldkampioenschap in Heerlen, waar hij zonder tegenslag waarschijnlijk ook wel de titel bij de amateurs op de weg zou behaald hebben. Onmiddellijk vandaar Rogier de Vlaeminck beroepsrenner werd, behoorde hij tot de top. Het is er weinig gegeven
van bij hun eerste wedstrijden onmiddellijk hun voet naast de allergrootste te plaatsen. Maar Roger die slaagde daar op een ongeziene manier in. Hij won onmiddellijk de omloop Het Volk, maar vooral, hij won ook onmiddellijk de Belgische titel. Hij werd kampioen van België in Metz, waar hij eigenlijk alle grootste renners ter wereld versloeg, want nu spreken we toch van een tijdperk dat de beste wereldrenners eigenlijk bijna allemaal Belgen waren. Dus zijn eerste jaar is Roger kampioen van België en toen reed hij voor de grote Belgische ploeg Flandria. Samen met onder meer zijn broer Erik, maar ook met Joop Zoetemelk en vooral ook zijn beste vriend Jean-Pierre Montseret. Jean-Pierre en Roger, dat waren eigenlijk twee handen op één buik. Ze veroverden werkelijk de wielersport als twee jonge tijluilenspiegels. Maar, zoals de meeste sportliefhebbers zich nog levendig herinneren, kwam Jean-Pierre op 15 maart 1971 om het leven. En dat was voor Roger, ook voor zijn broer Erik uiteraard, werkelijk een donderslag bij heldere hemel. Jonge mensen die plots met de dood geconfronteerd werden, en Roger die was daar ook niet mee vertrouwd, en dat liet een zeer diepe indruk na op Roger de Vlaming. En nadien vertroebelde ook wel een beetje de sfeer in de Flandria-ploeg. En net op dat moment was zijn vriend Patrick Sercut daar als door God gezonden die hem zei: Roger, uw weg ligt in Italië. Je moet niet in België blijven, jij bent een typische Italiaanse renner. Jij moet mee met mij naar een Italiaanse Dreher-ploeg. En daar zou Roger dan toch eerste jaar bij Dreher, later bij Brooklyn, eigenlijk de grootste successen uit zijn loopbaan behalen. Het is ook echt een zegen geweest voor Roger zijn carrière dat hij door toedoen van Patrick in Italië terecht kwam. De manier van koersen in Italië was hem werkelijk op het lijf geschreven. Meestal was het een vrij rustige aanloop, maar een denderende, zinderende finale. En dat was typisch iets voor Roger. En Roger voelde zich ook thuis in Italië. Het eten lag hem, het goed weer die lag hem. Hij was eigenlijk een halve Italiaan. Later zou Roger zelfs verklaren: ik heb er spijt van dat ik niet in Italië woonde in die tijd. Maar nadien is het uitgewezen dat Roger een echte Metislander was en toch thuis hoort hier bij ons in Ekelo en omstreken. Maar zoals ik zei, Italië heeft dus de echte Roger de Vlaming leren kennen. Hij schitterde in de Ronde van Italië. Hij won er liefst 22 ritten. Hij won er de puntentrui. Hij eindigde vierde in het eindklassement. En alle grote Italiaanse klassiekers en semi-klassiekers ga ik niet zeggen won Roger één keer, maar zelfs de meerdere keren. Hij behoorde dus echt in Italië tot de top. En de Italiaanse tifosi die hebben hem eigenlijk ook echt omarmd. Men beschouwde hem als een Italiaan. Hij had ontelbare supporters in Italië en kreeg een echte waardering die hij ten volle verdiende. Vooral ook door zijn grote strijd tegen Merckx, die uiteraard ook in Italië populair was. Maar Roger kon toch zeker qua populariteit in Italië zijn voet naast de grote Eddy plaatsen. Na zijn glorieperiode in Italië, waarin hij nog een vervolg breide samen met Francesco Moser, maar dat was niet echt een succesverhaal, daarvoor waren beide kampioenen te groot om in één ploeg samen te zijn, is hij dan toch teruggekomen naar België. Volgens sommigen te vroeg, omdat hij nog langere successen in Italië kon behalen. Maar ja, de heimwee stak misschien toch wel enigszins de kop op en Roger wou het einde van zijn carrière meemaken voor een Belgische sponsor. Hij heeft nog schitterende resultaten behaald. Hij is nog bij Boeldoor komen rijden, hij is bij DAF Trucks komen rijden, hij is nog kampioen van België geworden, zelfs voor DAF Trucks. Maar hoe dan ook, zat hij in de herfst van zijn carrière en was het scherp toch wel enigszins van de snee. En helemaal op het eind van zijn carrière is Roger eigenlijk geëindigd waarmee hij begonnen is. Het zijnde als veldrijder. Hij heeft nog mooie crossen gewonnen. Het was natuurlijk niet meer de hinde zoals vroeger, die door veld en bos kon lopen en fietsen, zoals de jonge mannen. Hij botste op een opkomende Roland Liboton, die toch stilaan sterker werd dan Roger zelf. En met de status van Roger mag je niet tevreden zijn met een tweede of een derde plaats. Is het trouwens ook nooit geweest. En vandaar dat dan toch ook moeder natuur voor hem geen verrassingen meer in petto had. En dat hij toch stilaan zijn carrière moest afbouwen en ten einde ook stopzetten. Natuurlijk kun je niet over een tentoonstelling van Roger de Vlaming zonder een item over Parijs-Roubaix. Maar we hebben het er al zo dikwijls over gehad op de academische zitting. Is het zo, Roger wordt misschien ook wel te veel vereenzelvigd met Parijs-Roubaix. Want hij is zoveel meer.
Die vier overwinningen zijn uiteraard belangrijk. Monsieur Paris-Roubaix zal hij altijd zijn, wie er ook nog komt. Maar zoals de tentoonstelling hier zeker en vast aantoont, is Roger de Vlaeminck veel meer dan Paris-Roubaix alleen. Uiteraard is in een schitterende wielerloopbaan zoals Roger gekend heeft ook een aantal mensen zeer belangrijk geweest. Nu begeef ik me op een zeer gevaarlijk pad, want het is zo rap dat je iemand vergeten hebt. Dus ik ga het mij zeker niet de intentie hebben om hier iedereen te gaan vernoemen, maar wie toch zeker en vast een belangrijke rol gespeeld heeft in de carrière van Roger de Vlaeminck, is Sorge Dabbelt, de Eekloosse kinesist die in die tijd toch wel voor echt revolutionaire trainingstechnieken zorgde en die veel voor Roger de Vlaeminck heeft betekend. In die tijd was het niet evident dat de wielerrenner ging lopen in Lembeekse bossen. Door het toedoen van Sorge Dabbelt heeft Roger dat wel gedaan en het heeft hem geen windeieren gelegd. Wie uiteraard ook zeer belangrijk was in de carrière van Roger, was een derde hangmaker door ons aller gekend en geliefd Jacques Tjolijn. Ontelbaar zijn de uren dat Jacques door weer en wind, door zon en regen, met Roger in zijn kielzog het Vlaamse land heeft doorkruist en hem steeds maar weer klaarstonde voor de allergrootste wielermomenten. En natuurlijk zijn vader, Philibert, daar heb ik het al over gehad, helemaal in het begin van de tentoonstelling, was dan natuurlijk de drijvende kracht voor de jonge Roger de Vlaeminck. En iedereen weet dat de gebroeders van zeer eenvoudig afkomst waren, maar ze hebben het zeer ver geschopt, zowel op sportief vlak als op menselijk vlak. Niemand kon vermoeden dat die twee jonge Belgaans, toen ze 10 of 12 jaar waren, een raverschoot werkelijk onveilig maakten. Het zou de schoppen tot de grootste internationale sportverdetten die zelfs ooit door koning Boudewijn op het Koninklijk Paleis werden ontvangen. Niemand had dat ooit in Raverschot voor mogelijk gehouden.